Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. De laatste video die ik op mijn kanaal heb geüpload is, als het goed is, een trailerreactie op een bepaald gamepack. Namelijk één pakket over Star Wars. En niet helemaal mijn ding. Dus ik dacht, ik ga jullie nu ook een video geven met iets waar ik zelf wel heel enthousiast over ben. Dus ja, maakt niet uit of jij nou wel heel enthousiast bent over het Star Wars pakket of niet. Ik heb hier in elk geval een pakket voor jullie wat ook heel cool is. Of wel heel cool, net hoe je erin staat. Maar dit is een custom content pakket weer een keer. En het is er eentje van Little Dika. We hebben al heel vaak pakketten van hem bekeken. Er zitten altijd super coole dingen in. Ja, het is custom content, maar in mijn ervaring is deze vaak wel veilig om te downloaden. Hij biedt het namelijk aan via Patreon, dus hij laat mensen betalen om hier early access op te krijgen. En dan een maand later wordt het vaak voor iedereen beschikbaar. En dat is nu het geval, dus ik heb het nu ook gedownload en jullie kunnen het dus ook meteen downloaden. Link staat zoals altijd in de beschrijving. Rechtsboven link ik zoals altijd de video die uitlegt hoe je custom content installeert. Ik zeg er nu wel meteen even bij dat dit dus niet kan voor PlayStation en Xbox. Custom content kan helaas alleen op de PC. Maar ik heb wel iets anders heel leuks voor iedereen die op de PlayStation speelt. Ik mag namelijk een pakket weggeven van het accessoirepakket Uitgebreid Breien. Dat is het vorige pakket dat is uitgekomen. Maar ik heb hier nog een code voor beschikbaar voor PlayStation dus. Als je nou de Sims 4 op de PlayStation hebt en je wilt kans maken op de Sims 4 uitgebreid breien, laat dan even onder deze video een reactie achter met hashtag win erin. Want dan weet ik dat ik op die reacties moet zoeken om onder deze video degene te vinden die mee willen doen, zeg maar. En laat even een reactie achter waarom je dit pakket graag zou willen hebben en wat je graag zou willen kunnen breien. En dan ga ik binnenkort in een video bekendmaken wie dit pakket heeft gewonnen. Zorg dat je me naast dat je hierop reageert ook de video even liked, geabonneerd bent op mijn kanaal. En als je het hebt, volg me dan ook op Instagram en Twitch. Daar heet ik allebei Tessalate Games. Want daar ben ik ook altijd te vinden. Dus dat gezegd hebbende, dit is dus niet voor de PlayStation mensen. Maar jullie kunnen wel meedoen aan een giveaway. Goed, maar dit pakket dus, het is een eco-pakket. En dat is wel leuk, want ecologisch leven is natuurlijk net uitgekomen. Maar er zaten niet heel veel keukendingen in. En dit is een heel pakket dat gericht is op een eco-keuken. Dus ik vind het super cool. Ik ben hier weer in het huisje wat ik speciaal destijds heb gebouwd om de custom content dingen te laten zien. Dus we gaan even naar binnen. Want volgens mij zijn er weinig spullen voor buiten, maar heel veel voor binnen. En het is dus super leuk. Goed, muurverf hebben we vandaag niet. Maar als het goed is er wel een nieuwe vloer. En ik ga even filteren op aangepast materiaal. Kijk, dan hebben we al onze custom content. En we hebben hier een ethically sourced timber. Dus dit is, hoe zeg je dat? Ethisch verworven hout. Oh, wat is dat moeilijk om dat ineens live te vertalen. Maar dit is in elk geval duurzaam, dat is het woord. Dit is duurzaam hout wat we hier hebben en het komt in heel veel kleuren. En ja, het is gewoon een nieuwe houten vloer. Ik vind hem best wel nice. Het is gewoon een heel neutraal houtsoort, zonder noesten. Heel rustig, maar het is best wel leuk dat hij zoveel verschillende kleurtjes heeft. Ook deze mosterdgele vind ik zelf echt heel erg cool. En oeh, hij is er zelfs ook in het blauw, wat ook echt super vet is. Nou, ik ga voor de rest van de video even voor de meest rustige en dat is deze. Oh, er is wel een muurding. Oh, dat had ik bijna helemaal gemist. Kijk, we hebben ook een gerecyclede tegel. Oh mijn god, de bovenkant is geverfd. Hoe cool is dat? Wacht, hoe ziet dat eruit als ik de muurhoogte aanpas? Ah, wat cool. Dus als je de laagste muur hebt, dan is het helemaal tegel. Maar als je een hogere muur hebt, dan verandert het bovenste stuk in verf. Wow, jongens, hoe vet is dat? Oké, dat had ik niet gezien. Oké, okay, nou, ik zal even laten zien. We hebben deze is gewoon helemaal wit. Dus we hebben ook gewoon een helemaal witte muur. Deze had ik net. Dan hebben we een groene. Nou, het zijn eigenlijk allemaal een beetje aardetinten. Maar ik zie nu wel overeenkomsten met de vloer. Er zijn echt wel, dezelfde kleurtinten als die in de parkettegels waren. Ik ga voor de zekerheid even checken of er nog andere dingen zijn, zoals ramen en zo. Maar ik ga ervan uit van niet. Volgens mij was het... Oh, er zijn nog meer vloeren. Zie je, ik zit gewoon helemaal verkeerd te kijken. Wacht, heb ik wel alle muren gehad dan? Ja. Oké, er zijn nog meer vloeren. We hebben nu dus deze hout. En er is ook een tegel. Ja, kijk, dit zijn dus ook weer al diezelfde kleuren als de muur. Oh, jongens, wat vet. Oké. Dit zijn best wel mooie, chique badkamertegels. Kijk hoe mooi het glanst.
vind het er echt wel heel tof uitzien. En dan hebben we nog deze rustieke tegels. Oh, dit is een beetje subway tile. Noemen ze dat geloof ik, metro tegel. Oh, er zijn ook super veel kleurtjes van. Ik vind trouwens dat icoontje wat hij heeft gekozen voor zijn pakket met die blaadjes ook wel echt heel erg leuk. Oké, okay, dit is wat meer van de straat. Straatachtig ziet het eruit, maar... Oké, okay, ik ga het proberen om ze allemaal snel te laten zien. Maar ja, je hebt in elk geval genoeg keuzes. Je kan hier best wel heel wat mee doen. Ik hou voor de rustigheid toch even dit hout. En ik ga even kijken. Ja, ik heb toch echt alle muurdingen. Ik doe even voor de rust. Doe ik even de witte. Okido. Oké, nou laten we dan gaan kijken naar meubels. Want er zijn er heel veel van. En ik heb dit ook nog helemaal niet gezien. Oh mijn god, maar ik zie nu al planten. Dat ik denk... I love it. Oké, goed. Ja, eens even kijken waar we mee gaan beginnen. Dit is een chunky drawer seating. Oh, hier kan je op zitten. Dus dit is een soort aardig kastje waar je ook, als het goed is, op kan zitten. Oh mijn god. Even kijken. Ik ben benieuwd of dit ook, of hier ook de... Oké, er zijn verschillende kleurtjes. Je kan niet dit ding aanpassen, dus het is gewoon een stoel. Maar ik neem aan dat hier straks een aanrecht is dat hier perfect bij past. Ik vind het wel heel erg leuk met de houten bovenkant. Ja, ik hou er best wel van. Dus we hebben dit is een stoel. Nou goed, dan hebben we hier nog deze gerecyclede eetkamerstoel. En deze heeft een leren zitting, wat ik ook echt wel heel vet vind. Ja, ik vind het best wel cool. Oh, dit is een barkruk, denk ik. Oeh, chic. Oké, deze barkruk is ook echt heel erg leuk. Oké, dan hebben we hier de chunky drawer counter. Dus dit is inderdaad een aanrecht. Eens even kijken in welke kleuren deze allemaal komt. Zo. Zo, niet zuinig. Holy shit, hoeveel dingen zijn er wel niet? Oh, wat ik er trouwens even bij moet zeggen. Soms zijn dit soort pakketten, vereisen ze dus een pakket zoals ecologisch leven. Wat je hier misschien zou verwachten. Maar al deze meubels zijn echt door Little Dika zelf gemaakt. Dus er is niks bij waarvoor je een ander pakket dan het basisspel nodig hebt. Dus iedereen kan dit in theorie spelen. Oké, we hebben hier nog... Oh, dit is ook met het... cool met die kleuren, hé. Dus dit is een keukeneiland. Wacht, ik wilde nog even kijken of dit ook... Hier, want je hebt natuurlijk ook altijd hoekkastjes. Wacht, ik moet het even beter laten zien. Oké, okay, dit is dus zeg maar de gewone. Dit zijn de gewone aanrechten die je in het midden gebruikt. Even kijken, er is er ook altijd eentje zeg maar de hoek om. Dat is in dit geval deze. Die ziet er zo uit. En dan heb je hier een linkerzijkastje. En als het goed is ook aan deze kant een rechterzijkastje. Dus die kan daar. En dan heb je natuurlijk nog een binnenhoekstuk. Dus dit zijn zeg maar alle keukenkastjes vormen die je hebt. Mocht je nou denken van hoe komt ze aan al die vormen? Als je bij aanrechten hierop klikt, dan kan je dit als het goed is aanklikken. Automatische aanrechten kan je dan uitzetten en dan kan je hier kiezen voor al die verschillende vormen. Mocht je dat toevallig niet weten. Ik heb een bouwtips video een tijdje terug gemaakt waar ik dat ook allemaal in laat zien. Maar goed, dit zijn dus de gewone kastjes en die zijn in heel veel kleurtjes. En ik had hier dan ook al het eiland. Dus even kijken, dat zijn deze twee. En die hebben dan... Kijk, oh, er is zelfs een ronde hoek. Oh, dit is ook echt een supercoole. Ik ga straks alle kleurtjes kijken hoor. Maar ik wil even zien hoe al die hoekjes eruit zien. Oké, die hebben we. Oh, je kan er ook zo'n ding van maken aan de zijkant. Ja, dit zijn echt super mooie. Hoe noemen ze dat? Een waterfall edge noemen ze dat volgens mij. Ja, nou ja, goed. Er zijn genoeg in elk geval bar opties ook. Wat echt heel cool is. En ik hou echt van dit hout zo. Dat past ook natuurlijk perfect bij die barkruk die we hier hebben. Eens even kijken welke kleurtjes we allemaal hebben. Dat zijn er echt een heleboel. Oké, dat hout blijft volgens mij overal hetzelfde. Maar de bovenkant van het aanrecht en de kleur van de kastjes verandert wel. Dus daar heb je wel heel veel keuzes uit. Ik hou zelf erg van dit neutrale. Ik zal die hier ook even selecteren. Maar kijk, het is echt super dof. Ik vind het echt heel cool. Dus dat zijn die. En we hebben ook bovenkastjes. Ik zal daar ook even de verschillende vormen van laten zien. Oh mijn god, hij heeft echt van alles gemaakt. Moet je kijken, hij heeft zelfs deze helemaal gemaakt met plankjes. En er is een kortere. Er zijn natuurlijk hoekstukjes. Nou, die ga ik even snel zo laten zien. Ja, heel erg nice. Heel nice dit ook, die kastjes. Echt, echt cool. Even kijken naar de kleurtjes. Oh ja, dit zijn gewoon de, ja, een beetje de standaardkleuren. Dat hout blijft hetzelfde, maar het ziet er echt super nice uit. Dit is een upcycled pubtafel. Dus dit is een kroegtafel van vroeger. Die is gerecycled zogenaamd. Ook in verschillende houtkleurtjes. Dan hebben we hier nog een
refurbished dining table, dus een gerecyclede eettafel. Zelfde kleurtjes neem ik aan. Ja, deze is ook wel leuk. Dan hebben we hier houten planken. Oeh, die zijn ook echt heel cool. Oh, die zijn er echt alleen in deze kleur, dus dat is prima. Eens even kijken, laten we die even slopen, want ik zie dat er een kraan komt. Oh, deze past er ook perfect in, hé. Oh. En die komt natuurlijk in dezelfde kleur als al die aanrechten. Ik ga ze even allemaal dezelfde kleur geven, want het doet een beetje pijn aan mijn ogen anders. Zo, oké. Maar de kraan is er dus ook in echt heel veel kleuren. Super nice. Oké, dan hebben we dit. En er staat HMB EcoPortal Smart Interface. Oké, HMB is volgens mij een beetje zogenaamd zijn bedrijf. Oké, ik vermoed dat dit iets is wat je op de koelkast kan doen. Oh, je kan het hier opzetten. En op het aanrecht kan je het zetten. Het is dus een smart interface. Dus even kijken. Ja, het is gewoon een soort iPad. Oh, dat is ook nog in verschillende kleurtjes. Super cool. Maar ik vermoed dat dat is voor op een koelkast. Dus ik kom daar zo nog even op terug. Maar ik wilde heel graag even naar deze monstera plant. Oh mijn god, jongens. Ik heb ook een monstera plant. Hij heet Alfonso. Nee, Alfredo. Ik haal het altijd door elkaar. Hij heet Alfredo. Maar die van ons krijgt geen gaten. Dus ik doe toch iets fout. Maar ja, deze ziet er in elk geval een stuk blijer uit dan die van mij. Ik vind hem echt heel tof. En oh mijn god, er is een grote Alfredo. Maar deze kan ook... Oh, wacht. Deze kan wel op eettafels. Hij kan... Oh, hij kan ook op het aanrecht. Oh mijn god. Wat een enorm ding. Wat een joekel. Oh, ik vind hem echt leuk. Oké, dan hebben we nog de Golden Pothos. Oh, dat is zo'n... Ik vergeet altijd hoe deze plant in het Nederlands heet. Maar dit is zo'n hangplantje. Superleuk. En dan hebben we ook nog dezelfde plant. Maar dan hangt die vanaf het plafond. Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Want het is een ecologisch keukenpakket. Dus de, ja, dan wil je natuurlijk ook veel planten. Want dan lekker groen. Goed voor het milieu. En hebben we hier daisies. Met een varen erin. Oh, deze zijn ook echt heel leuk. Oké. Nou, dan hebben we hier nog Balance of the Soul prints. Dus dit zijn prints. En hem kennende zijn er best wel veel. Zullen er wel veel verschillende zijn. Dus ik ga er even een heel aantal ophangen. Maar deze print op zich is al echt super cool. Oh ja, hij heeft er echt heel veel. Oh, er zijn deze in verschillende lijstjes. Oké. Dus er zijn drie verschillende lijstjes. Oké, het zijn niet super veel prints. Ik had verwacht dat het er misschien meer waren, maar... Even kijken hoor, heb ik ze nu allemaal gehad? Ik denk dat dit ze zijn. Dit zijn de opties. Oké, dus we hebben deze prints ook nog. Het zijn wel een beetje die jaren 70 kleuren die je nu weer heel veel terugziet. Zoals die kleur oranje en bruin en zo. En geel. Dat nu langzaam weer hip begint te worden. Ik vind het echt leuk dat dat ook nu in de Sims is. Dit is een schaal. Even kijken welke kleurtjes we hebben. Verschillende soorten hout, zo te zien. Ook heel leuk. Oh. Een plafondventilator. Ja. Ja, ik vind dit altijd... Ik zou zelf dus nooit een huis bouwen en dan een plafondventilator erin ophangen. Maar ik denk ook dat dat komt omdat wij in Nederland wonen. En ja, je hebt best wel veel landen, bijvoorbeeld in Amerika, waar echt... Waar het gewoon altijd warm is. Waar mensen gewoon altijd zo'n ding aan hebben staan. Maar het is wel een mooie, moet ik zeggen. Ik vind het wel heel cool. Oké, dan hier nog een cereal bowl. Dus een cornflakes kommetje. Oh, die is het ook echt leuke. Wacht, zou je deze kunnen stacken? Nou ben ik even benieuwd. Dat kan. Oh mijn god. Ik vergeet altijd dat custom content makers soms gewoon beter zijn dan de makers van de Sims zelf. Even serieus. Deze kan je opstapelen. Oh mijn god, zou dat met die andere schaal ook kunnen? Nee, oké, die andere schaal kan dat niet. Maar deze kan het wel. Super nice. Oké, dit is een bakje met bloem. Ja, gewoon een decoratief potje. Verschillende kleurtjes. En we hebben natuurlijk een gieter. Ja, als je zoveel planten hebt, dan heb je wel een gieter nodig. Super leuk ook. En we hebben hier... Oh, het handgemaakte keramische bord. Deze kan ook gestapeld worden. Oh mijn god. Hoe leuk is dit? Oké, even zien welke kleurtjes er zijn. Ja, ook weer deze. Hij heeft ook wel een soort van blaadjespatroon. Het is echt wel heel gaaf. Goed, lampen. Dit is de Pretentious Polymer Pendant. Dit is een, deze is voor de grote muurhoogte. Dus ik zal hem even laten zien. We zitten nu op de middelmuurhoogte. Dus dit is voor de short wall height en dit is voor de medium wall height. Ik vind het best wel nice dat hij dat erbij heeft gezet. Want ik ben in het basisspel zeg maar altijd aan het zoeken welke hoogte ik moet hebben. Maar deze zijn echt heel leuk voor boven een bar bijvoorbeeld. Kijk hoe cool deze zijn. Kleurtjes matchen ook weer goed. Ja, heel nice.
Dan hebben we hier die retro-klok, zoals die wordt genoemd. Die zet ik even hier neer. Ja, dit is ook wel leuk. Het is inderdaad heel erg retro, maar ik vind dat het wel heel goed samengaat met die eco-vibe waar die voor probeert te gaan. Oké, maar we hebben hier eco-portal. Oké, wacht even hoor. Er staat hier een heel verhaal bij. Dit is echt een hele dure koelkast. Oké, dus deze koelkast is compleet geüpgrade. Want je kan in de Sims natuurlijk, als je een beetje de handigheid, vaardigheid hebt, kan je apparaten upgraden zodat ze onbreekbaar worden en voedsel langer houdbaar blijft en weet ik veel allemaal. Dat heeft deze allemaal al ingebouwd, behalve wat eco-upgrades. Dus hij verbruikt wel echt maximaal stroom, deze koelkast. En ze lijken verder best wel hetzelfde te zijn. Maar dit is de plus version. Oh, deze heeft nog meer ruimte en screen space. Oké, ik ga ze gewoon even neerzetten. Maar ik wilde wel even kijken waar we mee werkten. Oh, dit is best wel een mooi ding. Oh ja, die andere is nog groter. Oh, dat is ook wel heel grappig. Oké, dit zijn de kleurtjes. Ik vind het gewoon wit. Ik vind het best wel tof dat die zwart-wit is eigenlijk. Maar die andere is dus groter. Dus dat is best wel handig. Want kijk, wat ik heel vaak doe. Ik zal even een bouwvoorbeeldje doen. Kijk, ik bouw heel vaak mijn koelkast in een soort van inbouw. Met een muurtje ertussen. Maar dan heb je soms heel veel ruimte hier aan de bovenkant over. En met deze heb je dan net iets minder ruimte te vullen. Dat is soms best wel handig, denk ik. En dat is ook het leuke van custom content makers. Want ik weet dat de makers van The Sims zelf nooit zouden bedenken om twee dezelfde koelkasten in twee verschillende groottes te maken. Want waarom zou je? Eens even kijken, waar is mijn fancy ding? Hier. Oh ja, kijk. Dit is inderdaad dus voor op de koelkast. Het is echt een interface. Je kan er dus voor kiezen of je een smart koelkast wil of niet. Maar ja. Oh, het is zelfs een error. Oh mijn god, echt aan alles is gedacht. Oh, je kan ook gewoon de uitknop. Oh, dan is die zeg maar vergrendeld. Wow, je kan het echt helemaal aanpassen aan je gameplay. Het is echt super vet. Ik vind het echt wel tof. Kijk, als je bijvoorbeeld de groene neemt en je hebt dan de groene koelkast erbij. Je kan zeg maar de kleurtjes matchen aan dit ook. Ik weet niet of dit ook nog wat doet verder. Oh, je moet BB Move object aanzetten voordat je deze plaatst. Om ervoor te zorgen dat de koelkast werkt. Dus dat is wel even een goeie. Dat staat hierbij. Dus als je dat niet wil gebruiken, moet je dit ding gewoon niet erop zetten. Oké, dat is echt heel vet. En dan hebben we ook nog een fornuis. Dat is ook wel handig als we gaan koken. Even zien, als deze. Oh, deze is ook echt wel heel cool. Even kijken wat voor kleurtjes deze heeft. Ja, ook de passende kleurtjes. Vet leuk. Vet leuk. Even kijken wat dit fornuis doet. Oh ja, deze is ook helemaal geüpgraded. Alleen kan je er dus inderdaad nog eco-upgrades aandoen. Wat zou dit zijn? Oh, dit is een luchtzuiveringsinstallatie ding. Een air purifier. Dit is gewoon voor de sier. Maar het is een ja, soort airco eigenlijk. Dan hebben we nog deze eco-macrowave. Oké, dus deze is compleet geüpgraded en hij gebruikt minder stroom. Dus dat is ook nog eens mooi. Ik zet hem even hier zo. Dan kunnen we hem goed zien. Ik moet zeggen dat voor een eco-pakket ik wel vind dat de apparaten best wel veel stroom gebruiken. Maar het is wel, hoe het eruit ziet is cool natuurlijk. Oké, dat is die. We raken een beetje door de ruimte heen. Dus ik ga even wat meer aanrecht bij maken. Er is namelijk nog meer, jongens. We hebben sowieso deze vaatwasser. Denk ik tenminste dat het is. De Eco Vortex. Ja, dit is sowieso een vaatwasser. We hebben deze recycle prullenbak. En jullie kennen waarschijnlijk wel inmiddels de prullenbak die in de Sims zelf zit. Dat als je er dingen ingooit, afval ingooit, dat je er geld mee verdient. Dat heeft deze ook. Alleen dit is dan een speciale. Ja, dit ziet er wat meer natuurvriendelijk uit. Dus dan is het net alsof dat je geld krijgt omdat je dingen aan het recyclen bent. Wat super cool is. Dan hebben we, dit is een koffiezetapparaat denk ik, de Eco Bar. Ja, drankjeskwaliteit is echt top. En dit is volgens mij nog een koffiezetapparaat. Dus we hebben twee koffiezetapparaten. Wow, dit is echt cool. Als je bedenkt dat iemand dit helemaal from scratch, helemaal zelf heeft gemaakt, dan vind ik dat zo vet. Maar dit ziet er echt goed uit. Nou ja, jongens, dat is het eigenlijk. Er zijn echt best wel veel dingen. Maar als ik het zo zie, ik weet dat ik nu de kleurtjes niet heb gematcht en zo. Maar dan heb ik echt zoiets van, wat cool dat iemand dit helemaal heeft gemaakt. Hebben we trouwens, oh ja, we hebben wel stoelen. Ja, je kan dus wel echt een hele eetkamer en keuken mee inrichten. Dus ja, ik wilde jullie dit pakket gewoon laten zien. Dat als je net als ik zoiets hebt van Star Wars, dat is eigenlijk niet voor mij. Dan heb je nu in elk geval toch nog iets nieuws in je spel. Wat je misschien wel leuk vindt. En misschien is het ook andersom. Misschien interesseert dit je niet en vind je Star Wars fantastisch. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van dit pakket. Laat het hier beneden in de reacties achter. Nogmaals, de downloadlink zet ik in de videobeschrijving.
En nog één keer, als je dus mee wilt doen aan de winactie voor uitgebreid breien voor de PlayStation. Doe dan even in een comment hier beneden hashtag win, zoals ik het in beeld zet. Niet anders, gewoon zo. Goed, dat was het voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Dus tot de volgende keer.